In een appartementencomplex aan de Mozartstraat in Schijndel is donderdagmiddag even voor 3:00 een dode man gevonden. De technische recherche doet momenteel uitgebreid onderzoek en de politie zegt uit te gaan van een misdrijf. De man zou volgens buurtbewoners rond 1:30 bebloed vanaf een rotonde naar zijn huis zijn gelopen. De politie zegt dat er woensdagnacht een melding is geweest van een ruzie in de straat en toen de agenten ter plaatse kwamen was er niets meer te zien. Wel zou de melding iets te maken kunnen hebben met de dood van de man, zo denkt de politie.